Volgende week is het zover, de 64e editie van het Cannes Lions Festival. Adformatie is dagelijks aanwezig om verslag te doen en op video doen we dat samen met content agency Ride. Toch Ride? Ik ben Klaartje, naast mij zit Niels Adriaans en wij zijn namens Adformatie aanwezig als verslaggevers. Niels, jij was al eerder op het festival. Wat verwacht je van dit jaar? Ik verwacht eigenlijk nog minder reclame. Dus meer entertainment, branded content, dat soort vormen en werk dat zelf popular culture wordt, zeg maar. En ik verwacht meer werk dat inspeelt op maatschappelijke thema's zoals diversiteit. Dat vind ik eigenlijk ook het leukste van het vak op dit moment. Dat reclame meer gaat over het nu, over het echte leven. Vroeger was het wat volgender op trends. En nu creëert het eigenlijk ook trends. Dat vind ik tof. Wie denk jij dat de grote winnaars worden dit jaar? Mijn persoonlijke favoriet is Fearless Girl. Ik was onlangs in New York tijdens Creative Week. Fearless Girl is het bronzen beeld van het meisje dat tegenover de stier op Wall Street is geplaatst. Door McCann uit New York en in opdracht van een financiële instelling om diversiteit te promoten. En wat ik er zo tof aan vind is dat het eigenlijk gewoon een toeristische attractie is geworden. Dus de mensen die dat zien, die weten niet eens dat het reclame is. Dus dat vind ik er eigenlijk het spannendste aan. Maar wat eigenlijk het allerbeste werk was afgelopen jaar was de campagne van Mr. Trump, Make America Great Again, waarmee hij helaas won. Maar professioneel gezien was het wel het meest impactvolle. En wat verwacht je voor Nederland? Ik hou mijn hart wel een beetje vast als ik heel eerlijk ben. Ik hou zelf erg van werk waar craft een belangrijke rol speelt, zoals het werk van Indie voor Tele 2. Dus ik hoop dat dat soort werk iets doet. Maar voornamelijk verwacht ik het meeste van Mediamonks als speler. Helaas is veel werk wat zij doen niet voor Nederland gemaakt, dus dat telt voor ons dan niet mee. Maar zij zijn wel een speler die er internationaal echt toe doen. Dus die zullen het ongetwijfeld goed doen. En ik denk bijvoorbeeld ook aan de commercial van Matthijs van Heiningen Junior voor Kia tijdens Super Bowl. Die zal ook goed doen. Maar goed, dat telt helaas niet mee voor Nederland. Dus ik hoop vooral. Dat wordt nog spannend dus. Ben je net zo benieuwd als wij? Klik op deze button, dan abonneer je je op ons kanaal en dan krijg je alle updates.